ons kanaal. En zoals je kan zien is Tara momenteel niet bij. Nee. Maar ik heb een vervanger en dat is mijn andere zus. Serena! Hallo! Zoals je misschien wel aan de titel kan zien, gaan we vandaag iets super spannends doen. Echt iets heel leuks dat we eigenlijk al heel erg lang op de planning hadden staan. Echt lang inderdaad. En nu gaan we het echt doen. Ik ga Serena in mijn tweelingzus veranderen. Yes, ik ben echt heel erg benieuwd. Want mensen zeggen altijd wel van Tara, Larissa en ik dat wij het meest op elkaar lijken. Maar eigenlijk als je goed kijkt, hebben wij niks hetzelfde. Nee, we zien het zelf ook niet. In ieder geval niet. Nou, soms zie ik het wel. Maar bijvoorbeeld, we hebben een andere neus. We hebben een andere mond. We hebben andere ogen. Ja, we hebben andere wenkbrauwen. Bepaalde dingen echt. Ja, dus, wat het dan precies is. Maar ik ben heel erg benieuwd of het me gaat lukken om er wel voor te zorgen dat Serena op mij gaat lijken. En dan bedoel ik gezicht, haar, kleding, accessoires, details. Details. Mm-hmm. Die ook. Dus we gaan het jullie laten zien in deze video. En als je benieuwd bent naar het resultaat en hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, blijf dan vooral kijken. Ja, een van de meest duidelijke verschillen is onze oogkleur. Ik heb bruine ogen. Larissa heeft een beetje donkergroene ogen, toch? Groen. Mooie groene ogen. Dus we gaan kleurlenzen in doen. Ik heb deze opgestuurd gekregen van Color Your Eyes. En ze zijn best wel fel groen inderdaad. En dan hopelijk als ik ze in doe, komt onze oogkleur een beetje overeen. Ja, dus het is wel heel belangrijk dat we dit nu aan het begin doen, voordat de make-up erop zit. Niet dat gelijk al mijn harde werk er weer afgaat. Ja, precies. Ik moet altijd heel erg tranen en zo. Nou, ik heb er alvast eentje in de badkamer ingedaan. Wat ik meestal doe, is hem gewoon in het witte gedeelte aanbrengen. En dan daarna kijk ik naar waar de lens zit. En dan pakt je pupil de lens zeg maar op. Yay! Zit die goed? Oh, mijn ogen. Meteen een heel ander gezicht, hè? Ja. Nou, gaan we nu beginnen aan de make-up. En ik gebruik gewoon alle producten die ik ook op mijn eigen gezicht gebruik. Dus je zal waarschijnlijk zien dat de foundation iets te licht is. Maar we schelen best wel bruin nu, kijk maar. Ja, we schelen niet zo heel veel meer. En ik ben benieuwd of het überhaupt een beetje er egaal op komt te zitten. Ja, hij is wel wat lichter hoor. Ja. Nu zie ik het wel. Ik vind de kleurlens echt wel nice. Klein beetje concealer. Want ik doe het ook altijd onder de oog. Je hebt het niet echt nodig per se. Maar ik doe het gewoon even op de plekken waar ik het altijd doe. Hier. Hoezo daar? Daar heb ik altijd littekens. Daar. Oh. En daar. Zo. Topper. Toppie. Nou, zoals je zag had Serena net nog even wenkbrauwen op, maar die hebben we even snel eraf gehaald. Want zoals jullie waarschijnlijk wel zien, heb ik gewoon een hele andere soort wenkbrauwen. Die gaan wat hoger staan. Ja. Dus dat ga ik ook bij Serena doen. Ja, dus ik ga hier ga ik gewoon ietsje meer naar boven, denk ik. Oké, nu ga ik ze waarschijnlijk heel erg overdrijven. Mijn wenkbrauw, mijn hoge arch. Ja, maar dat heb je ook wel een beetje hoor. Ik moet zeggen, ik vind beauty video's opnemen al best wel lastig, maar dit al helemaal. Als je bij iemand anders moet doen. Ik voel me een beetje all over the place, maar ik heb altijd heel netjes uitgeschreven wat ik moet doen. Oh, zo lief. Ik ben nooit echt zo voorbereid voor video's, maar nu dacht ik, oh, ik moet het echt even doen. Goed bezig, Liz. Ja. Op mijn ogen gebruik ik altijd rose gold kleurtjes, dus ik heb hier ook een rose gold palet. Maar ja, zoals jij doe ik niet echt heel moeilijk over kleuren. En meestal doe ik gewoon één kleur op het ooglid. Oké. En we're done. En ik gebruik ook geen primer trouwens. ik zag jou denken. Nee. Ik gebruik dat tegenwoordig ook niet meer. Omdat de oogschaduw gewoon beter is geworden de laatste jaren. Ook vind ik het niet meer nodig. Vroeger creased de oogschaduw veel vaker. Dan zo. Eén kleur erop. Gewoon erop knallen. Hoppatee. Ja, en eigenlijk altijd rose gold, warme kleurtjes met een glans. Eigenlijk altijd wel glans. Liever een shimmer dan mat. Ook een klein beetje hier. Zo, daar helemaal? Ja. Don't question me. Lijkt wel oranje, joh, vanaf hier wat je erop hebt gedaan. Ja, klopt. Oh, oké. Dan gebruik ik mijn favoriete mascara. Wil je het zelf opdoen? Zal ik het zelf opdoen? Doe maar. Ik ga het opdoen als iemand anders het is al wel een beetje. Ja, en ik ben al een beetje in kluns.
Dus ik wil je niet in je ogen poken. Hoeveel laagjes doe jij altijd? Een stuk of 5. 5? Ja, ze moeten wel heel aanwezig zijn. You keep going. Oké. Ik zie het al wel hoor, denk ik, Sreen. Ja? Ja, het komt heel erg door die wenkbrauwen namelijk. Oh. Ik ga nu verder met de neus. Want Sreen's neus is wat groter als die van mij. Dus we gaan hem nu wat kleiner maken. Iets breder. Dus ik dacht, hier moet je dat doen. Ja. En dan gaan we aan de zijkanten, denk ik, contouren. Ja. Nadruk op het woord, denk ik. Heb je dat wel eens gedaan? Nee. Je hoort het, denk ik, aan mijn twijfels. Vormneus, want mijn neus gaat meer naar beneden. Wat heb je gedaan? Ik weet niet hoe het... En dan? Moet ik het dan hier stoppen of zo? Ja, ik weet dit soort dingen allemaal niet. Al die... Ik contour ook nooit mijn neus, hoor. Hij lijkt alleen maar groter. Beter? Niet? Not really. Not really. Oké, ik ga gewoon verder met de bronzer. Ik doe het gewoon hier. Maar ik vraag me af hoe we jouw wangen wat boller kunnen maken. Dus nu moet ik gewoon even wat snel wat chocolade geven. Oh, gewoon zo kijken. Gaan we door naar de lippen. En Serena heeft veel vollere lippen als ik. Dus we gaan die even lekker concealen. Dus ik de hele... Nou, volgens mij kan je de helft van je lip al weg. Nou, dat valt toch wel mee. Sowieso dit. Zoveel smaller zijn die van jou niet. Sowieso dit. Kijk. Dat blend ik zo meteen uit hoor. Kietels. En nou, de hele bovenlip eraf. Echt. Zoiets. Ja. Echt hoor, ik heb de helft van jou. Welcome to my life. Even kijken hoor, ik moet een klein boogje maken. Hoe onnatuurlijk is het om gewoon de helft van je lip maar in te kleuren nu? Kijk, lijkt je lippen nu kleiner? Oh, ja, dit is Tara's mond. Ja, want Tara kijk dan. Heeft niet alleen smallere lippen, maar ja, een kleiner mondje. Ja. Wacht, want Tara kijkt zo. Ik heb echt Tara's mond. Ik heb namelijk, even kijken, aan deze kant een moedervlek, dus dat is mijn rechterkant. Die is eigenlijk perfect. Oh, ik weet al wat voor. En zoals jullie weten heb ik hier een moedervlek. En ik heb hier een tatoeage met zwarte stippen, dus die ga ik daar plaatsen. Dan moet hij meer hier, net hè? Iets aan de linkerkant, ja. Oké. Okay. Is je goed? Oh, kijk, hij is toch laf. Oh. Kijk dan. Hij is vet goed. Dit wordt de vlindertatoeage die ik dus op mijn arm heb. Kijk. Oh ja. Beetje ongeveer even dat groot. Zo'n komma in plaats van de 7 tatoeage of de L. En ik heb hier ook wat van die woorden. En die komen op de onderarm. Yeah, pretty cool. Geen idee wat er nu staat. En ik heb maar gewoon één van de twee zinnen eraf gehaald. Ik weet het niet. Maar het gaat gewoon om het... Het idee. Om het idee. Dus die kan daar. Ja, ja, ja. Yeah. Alright. Nou, laat eens zien. Nou, ik heb hier een nieuwe tattoo. Hier een nieuwe tattoo. En daar. Een nieuwe tattoo. Drie ik vind het wel cool hoor. Nou, sinds ik mijn haar heb geverfd is het mij natuurlijk helemaal donker nu. En Serena's haar heeft nog wat blonde stukken erin. Dus dat moeten we even gaan veranderen. Ik heb gekocht een spray om eigenlijk je uitgroei mee bij te werken. Een donkere spray. En die gaan we dan gewoon op mijn blonde plukken sprayen. Kijken of dat dan donkerder wordt. Ja hoor. Hallo. Ja, deze kleren zou ik ook kunnen dragen, moet ik zeggen. Ja. Even denken, als ik nu naar jou kijk, denk ik nou van zie ik mezelf? Weet ik niet. Ik weet niet zeker. Ik weet niet zeker of ik mezelf zie, maar ik zie wel zeg maar de gelijkenissen. Als we nou gewoon zo staan, mag tas erbij. Hoe sta je?
Recht? Ja. Ik weet niet. Daar zitten we dan. Twinsies. Nou, jij ziet er wel wat frisser uit, vind ik. Ik vind mijn lippen heel raar, dat ze zo smal zijn. Nou! Ja, maar bij mij, ik ben dat niet gewend. Bij jou vind ik het gewoon passen, weet je wel. Nou, ik ben benieuwd hoe ik eruit zie met vollere lippen. En dat ga je trouwens zien, want op Serena's kanaal hebben we een video opgenomen dat zij... Ja, dat ik jou als in mij ga veranderen. Ja, dat. Inderdaad. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat... Of jij dan beter lukt misschien. Of is dit mislukt? Ik weet het niet. We lijken wel. Laat ons inderdaad even weten in de comments of jullie vinden dat Serena op mij lijkt. En of het gelukt is en dergelijke. En als je dus geen genoeg kan krijgen van dit soort video's, moet je zeker eventjes naar BeautyLab.nl gaan. Want daar hebben we dus de andere video opgenomen. Ja. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden om te zien. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk om te doen. Bijzonder vooral ook. Dus geef hem vooral een duimpje omhoog als je hebt genoten van deze video. En ja, ik zou heel erg willen zeggen bedankt voor het kijken. En we zien jullie snel weer terug in de volgende video. Doei! Doeg.